Koepleider tegens verdachte in de decembermoordenstrafzaak Ruben Roosendaal is niet meer. Hij heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd in een appartement aan de Maikoestraat. Roosendaal heeft zijn linkerarm met een scheermes doorgesneden en is doodgebloed. Zijn lijk is omstreeks 10 uur 's avonds in het appartement aangetroffen, waarna de politie werd ingeschakeld. Auditeur Militair Roy Elgin had tijdens de rechtszitting op 30 oktober van het 8 december proces 10 jaar celstraf geëist tegen Roosendaal. Roosendaal was geschokt door de eis en raakte zeer emotioneel omdat hij naar zijn zeggen vrijspraak had verwacht. Hij gaf aan geen deel uit te maken van de beraming, noch aan de uitvoering van de 8 december moorden. Hij heeft als militair de opdracht meegekregen om André Kamperveen en Fred Derby op te halen en die opdracht heeft hij uitgevoerd. Ook heeft hij de opdracht om het moederbondsgebouw plat te schieten uitgevoerd. Roosendaal was lid van de groep van 16 koeplegers.